Goedemorgen allemaal. Uh, het is nu woensdag, dus het is een, uh, een halve dag. Die mag je vandaag ook aanhouden. Dus dan kan je vanmiddag misschien even lekker naar buiten. Even een blokje om. Als je bij mensen uit de buurt blijft. En uh, of je kan binnen even bewegen als je niet uh, de deur uit mag. Of als we, je ouders niet de deur uit mogen. Ik hoop dat iedereen nog steeds gezond is. Uh, het is uh, weer 10 uur geweest. Dus uh, tijd voor een pauze en tijd voor een uh, voorleesstukje uit de Griezels. Gisteren heb ik voorgelezen over uh, meneer Griezel met zijn vieze paard, waar allemaal eten in bleef uh, hangen. Uh. En uh, het zal je niet verbazen. Er is ook een mevrouw, Griezel. En daar gaat het volgende hoofdstuk over. Komt ie? Mevrouw Grizel was geen haartje beter dan haar man. Ze had natuurlijk geen baard. Dat was wel jammer, want die had tenminste een klein stukje van haar monsterachtige lelijkheid kunnen verbergen. Kijk zelf maar. Zie je het? Heb je ooit een vrouw met een lelijker gezicht gezien? Vast niet. Het gekke is dat mevrouw Griezel... Niet zo lelijk geboren is. Toen ze klein was, had ze best een aardig gezicht. Maar elk jaar, als ze ouder werd, werd ze lelijker. Kijk, moet je eens kijken hoe dat ging. Kun je het zien? Ik ben benieuwd hoe dat komt. Hoe dat kwam, dat zal ik je vertellen. Als iemand lelijke gedachten heeft, ga je dat aan zijn gezicht zien. En wanneer die iemand al door lelijke gedachten heeft, elke dag, elke week en elk jaar, dan wordt dat gezicht lelijker en lelijker, totdat het zo lelijk wordt dat het niet meer om aan te zien is. Iemand die mooie gedachten heeft, kan nooit lelijk zijn. Al heb je een knobbelneus, een scheve mond, een onderkin en konijnentanden... Als jij mooie gedachten hebt, schijnen ze uit je gezicht als zonnestralen en zul je er altijd even mooi uitzien. Niets moois straalde af van het gezicht van mevrouw Griezel. In haar rechterhand had ze een wandelstok. Ze zei altijd dat ze die had omdat de fratten onder haar linkervoet pijn deden bij het lopen. Maar eigenlijk had ze die stok alleen maar bij zich om ermee te slaan naar van alles en nog wat, zoals honden, katten en kleine kinderen? En dan had ze ook nog een glazen oog. Mevrouw Griesel had een glazen oog dat altijd net precies de andere kant opkeek. Het glazen oog. Je kunt heel wat geintjes uithalen met een glazen oog. Want je kunt het eruit wippen en weer terugstoppen wanneer je maar wilt. Reken maar dat mevrouw Giesel alle rotgeintjes op haar duimpje kende. Op een ochtend wipte ze haar glazen oog eruit en liet het in meneer Griesels bierglas vallen toen hij even niet keek. Daar zat meneer Griesel en dronk langzaam van zijn bier. Zie je dat? Z baard en allemaal flesjes bier. Het schuim vormde een witte een ring op de haren rond zijn mond. Hij veegde het witte schuim af met zijn mouw en veegde zijn mouw af aan zijn broek. Jij zit geheime plannetjes uit te broeden, zei mevrouw Griesel met haar rug naar hem toe, zodat hij niet kon zien dat haar glazen ogen eruit was. Als jij zo stil voor je uitkijkt, dan zit jij rottige plannetjes uit te broeden. Dat weet ik maar al te goed. Mevrouw Griesel had gelijk. Meneer Griesel zat als een gek plannen te maken. Hij zon op een echte vuile rotstreek om die dag met zijn vrouw uit te halen. Kijk jij maar uit, zei mevrouw Griesel. Want als ik jouw plannen eh, uh, zie maken, dan hou ik je zo scherp in het oog als een kikkendief. Ach, hou je bek, ouwe tong, zei meneer Griesel. Hij ging door met bier drinken en zijn slechte gedachten... bleven verder werken aan de spiksplinternieuwe rotstreek... die hij met zijn oude vrouw uit ging halen. Toen hij het laatste beetje bier in zijn keelgat goot... Zag hij plotseling het afschuwelijke glazen oog van mevrouw Griesel dat hem aanstaarde vanaf de bodem van zijn glas. Hij sprong wel een meter de lucht in. Ik zei toch al dat ik je in het oog hield, giechelde mevrouw Griesel. En ik heb mijn ogen niet in mijn zak, dus kijk jij maar uit. Jongens, wat vinden jullie van zo'n actie van mevrouw Griesel tegen meneer Griesel? Niet heel aardig, hè? Uh, denken jullie trouwens dat uh, meneer Grissel daar iets op gaat verzinnen? Dat gaan we morgen horen, want uh, morgen heeft meneer Grissel ook een rotstreek voor zijn vrouw bedacht. Let maar op. Tot morgen en uh, voorzichtig vandaag. En uh, werk ze en als je vragen hebt, stuur even een mailtje. Doei allemaal.